Daar word ik ook geneukt op werk. Jij wel, hè, Erik? Ja. Ja. Zal ik dat vertellen? Ja, waarom niet? Vertel. Ja. Alles een dame kwam er voorbij. En die kleedde zich gewoon altijd goed. Op een gegeven moment werd ik 's avonds gebeld. Ik moest Sinterklaas spelen. Maar ja, ik was in een toestand die niet echt als nuchter zou kunnen specificeren. En toen zat zij daar zo. Ik zag hoe ze naar me keek. Ondanks het feit dat ik in een Sinterklaaspak... dat is eigenlijk wel heel raar. Ik heb me echt gedaan, dus Sinterklaaspak ging uit. Ik ging naar beneden en zij ook. Want op een gegeven moment ging ik daar het productiehok in. En zij ging achter me aan. En toen had ik zoiets van, dit is een moment. Hoe ik haar vast had, kon ik laat maar zeggen, net met mijn bips tegen de deuren, terwijl we nog doorgingen, om het te blokkeren. Maar op een gegeven moment hoorde ik een collega die we toen hadden. En in één keer hoorde ik zo. Dus ik tegendruk geven met mijn bips, terwijl zij nog steeds... Dus dat was echt wel een beetje bizarre situatie. Toen zei hij van, hé, hoe kan dat nou? De deur gaat nu open. Dus ik denk, gast. Waarop hij zei van, waarom gaat die deur niet open? Dus ik zei, ja gozer, wat denk je dat we hier aan het doen zijn?